Eindstand in de wedstrijd ASV Geel tegen Kokzijde 2-2. Normaal bij ons de twee trainers, maar de trainer van Kokzijde, Hugo van den Ede, is niet komen opdagen. Dus zullen we het met Erik Franken moeten doen. Erik, je gaat met 2-0 de rust in. Dat mag je dan eigenlijk nooit meer uit handen geven. Ik mocht inderdaad nooit uit handen geven. Ik ben toch wel ontgoocheld in mijn verdediging vandaag. Niet alleen vandaag, ik denk de voorgaande wedstrijden ook. Pakken veel te gemakkelijk die doelpunten. We missen ook wel de kansen natuurlijk, maar tweede helft... ik zeg het, wij hebben nooit de intentie gehad om achteruit te kruipen en toch doen ze het in feite. Dat is een gebrek aan ervaring in die groep en dat betalen we vandaag cash. Net zoals Cercle Brugge dat vorige week misschien cash betaalde, maar wij vandaag ook. En dit heeft gewoon met ervaring te maken. Een doortastendheid, hè. In 2-1 ook, dat is veel te simpel. Hè. Nu natuurlijk, Kouwberg krijgt daar een reactie. En natuurlijk, dan moet Kouwberg eraf. Kokzijde blijft met 11 staan en daar maken zij dat doelpunt op. Dat is natuurlijk zo in het voetbal. Hè. De dader wordt niet bestraft in dit geval, maar daar wil ik het niet alleen op steken. We hebben gewoon slecht verdedigd vandaag. De tweede helft moesten jullie eigenlijk het spel ondergaan, hè? Ja, je moest ondergaan, maar je krijgt nog ook wel de kansen. Hè. Als je ziet Mouzaki, wat kansen dat hij krijgt, 2. En eigenlijk na de 2-2 zijn we pas terug vooruit beginnen voetballen. Eigenlijk. Toen hebben we nog 2 serieuze kansen gekregen. En spijtig dat hij van Thomas, want hij verdient dat wel, dat hij op de paal gaat in plaats van binnen. Maar blijft natuurlijk heel zuur dat je zulke tegendoelpunten krijgt. Dat is wel heel opmerkelijk, hè? Tot die 2-2. Leunen ze achterover en dan gaan ze plots terug voetballen. Ja, en ik zeg het, dat heeft alles te maken dat we op bepaalde sleutelposities te weinig ervaring hebben. Zo evident is dat en dat is een tol die je betaalt. En iedereen moet elke wedstrijd top zijn. Iemand die niet top is, dan hebben wij een probleem in de ploeg. En dat gaan we zo tot het einde van het seizoen hebben. Hè. We moeten altijd allemaal, alle 16, 17 jongens die op het wedstrijdblad staan, die moeten allemaal top zijn, anders hebben we het moeilijk. Heeft het er ook een beetje mee te maken dat jullie tegen dit soort ploegen zelf het spel moeten maken? Nee, want uiteindelijk de eerste helft staat er 2-0 voor. Maar ik had ook onrust gezegd, in de eerste helft hebben we ook nog eens met vuur aan het spelen geweest, 10 minuten. En wij brengen gewoon elkaar in de problemen in plaats van efficiënt om te springen. En achteraan, als het warm wordt, dan moet die bal ontzet worden. Zo simpel is dat. En dan moet je niet meer beginnen te voetballen op dat moment. Dan moet het efficiëntie zijn. En ik zeg het, we gaan er volgende week toch een hartig woordje over praten. Want dat moet er wel uit. Ook na die 1-0 kwam Kokzijde plots opzetten. En dan is het van achteraan toch een beetje paniekvoetbal. Hè? Ja, ik zeg het. Wij missen dan op die moment een ervaren speler daar die zegt van kijk, tot hier en niet verder. En dat hebben we vandaag de dag niet. Volgende week naar Unio. Dat is ook weer een moeilijke verplaatsing. Maar je hebt geen enkele gemakkelijke wedstrijd in tweede nationale. Je ziet ook aan de uitslagen, hè, heel veel gelijke spelen. Maar volgende week Unio ook weer. Hetzelfde verhaal als vandaag. Is dat nu Unio, is dat Kokzijde, is dat Antwerp, is dat Dessel? Dat maakt allemaal niet uit. Wij moeten gewoon elke week top zijn. En als we dat niet hebben, dan hebben wij een probleem. Oké, bedankt Erik Franken.